Gemeente, jongens en meisjes, jongeren, ouderen, hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, namens de kerkenraad heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. We maken melding van het overlijden van onze zuster Hanny van den Brink-Valkenburg, die afgelopen vrijdag 26 januari in de leeftijd van 71 jaar is overleden. In ons kerkgebouw is er Deo Volente vrijdag 2 februari van 11:30 tot 11:45 gelegenheid tot condoleren. En om 12:30 zal er een dienst van woord en gebed worden gehouden. Rond 14:00 vindt vervolgens de begrafenis plaats op de Munnikenhof. En straks na votum en groet zullen we onze zuster gedenken. In deze dienst gaat dominee Van der Ree ons voor en we lezen uit Matthäus 9, de versen 35 tot en met 10, vers 20. En de dienst heeft als thema bewogen met de wereld, bewogen met u en mij. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor zending en evangelisatie en in het bijzonder de poster. En de bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Dan een mededeling namens de kerkenraad. Op maandagavond 22 januari jongstleden heeft de kerkenraad zich gebogen over de talstelling van broeders voor het ambt van ouderling en diaken. Er ontstaan in de kerkenraad 2 vacatures voor diaken vanwege het aftreden van de broeders Bouw en Bonen. Voor deze vacatures zijn de volgende 4 broeders gekandideerd. Broeder G. van Dijkhuizen, broeder J.N. Hazelhof, broeder E.J. van Laar en broeder C. de Mol. Er ontstaat 1 vacature voor jeugdouderling vanwege het aftreden van broeder Pasterkamp. Voor deze vacature is enkelvoudig gekandideerd broeder G. van Kruistum. Er ontstaat 1 vacature voor evangelisatieouderling vanwege het aftreden van broeder Van Leeuwen. Voor deze vacature is enkelvoudig gekandideerd broeder W.E. van Ginkel. Voor ouderling ontstaan 4 vacatures vanwege het aftreden van de broeders Bor, Te Brake, Brouwer en Sok. En tel daarbij de 2 bestaande vacatures op en we komen op 6 vacatures voor ouderling. En voor deze vacatures zijn de volgende 12 broeders gekandideerd. Broeder J.J. Bakker, broeder R.A. Bogaert, broeder L.F. Boonstoppel, broeder J.P. den Breien, broeder G. Geurtsen, broeder G.H.J. Kema, broeder J.P.W.M. Kolen, broeder H.G. Maljaars, broeder C.J. Mook, broeder B. Post, broeder W.A. van Tuil en broeder L.G. Zwart. We vragen u als gemeente om deze broeders met uw gebed te omringen en de Heere te vragen of hij ons tijdens de stemmingsvergadering broeders wil aanwijzen die de gemeente in het ambt zullen mogen dienen. Details over de stemmingsvergadering zult u vinden op de volgende zondagsbrief. En nu gaan we ter inleiding op de dienst zingen de schoolpsalm, psalm 27, vers 7. En de kerkenraad wenst u hier en ook thuis een rijk gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u vragen indien mogelijk te gaan staan. Afgelopen vrijdag 26 januari is onze zuster Hanny van der Brink-Valkenburg in haar Heere en Heiland ontslapen. Na een periode van afnemende krachten en gedachten is ze van haar man en familie heen gegaan. En ze vond rust in het geloof dat in de Heer Jezus die haar gezegd heeft: ik leef en u zult leven. Zij mocht dat ook weten en ook al kon ze daar de laatste jaren niet meer over spreken, zij leefde daarbij. Laten we haar gedenken door nu samen te zingen uit Psalm 43 en daarvan het eerste en het vierde vers. Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven en ons als een spiegel voorhoudt opdat we onszelf daarin spiegelen
en onze zonden belijden, de genade van Christus mogen ontvangen en ons leven daarna richten uit dankbaarheid, want zijn geboden zijn goed. En we willen antwoorden en ermee instemmen met Psalm 119, daarvan het 7e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. Hij is de God van verlossing. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, jouw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, zullen we samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Wij willen in onze voorbeden en dankzegging denken aan broeder Van der Brink en de rouwdragende familie van onze overleden zuster Van der Brink. We willen bidden voor zuster Jantine Wijman van de Regentesselaan 60.
Ze heeft al geruime tijd pijn en ongemak vanwege een rughernia. En deze week moet ze daaraan geopereerd gaan worden. Wij willen ook bidden voor broeder Simons van de Goorsteeg 2 in Ede. We danken dat hij een dotteroperatie heeft ondergaan en dat die goed is verlopen en hij mag ook weer thuis zijn. En we willen ook aan de broeders opdragen die gekandideerd werden voor het ambt van ouderling en diaken. Laten wij bidden en danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, wij willen aan het begin van deze dag, nu we als gemeente zijn samengekomen, het begin ook van de nieuwe week, uw naam loven en prijzen, Heere, daar mogen we de nieuwe week mee beginnen. Want u bent vol van majesteit en ook vol van goedheid en ontferming. Heere Jezus, u doet ook vandaag wat u gedaan hebt toen u hier op aarde was. U bent op zoek, u gaat rond door de steden en de dorpen. Op zoek naar uw volk, uw kerk. En Heere, we mogen komen zoals we zijn met alles wat we hebben, al onze moeite en zorgen, al onze blijdschap en hoop, al het goede en ook al het kwade dat er in ons is. En Heere, zo zijn we hier vanmorgen ook gekomen. En wij bidden u, kom ons tegemoet, Heere Jezus. Wilt u ons vanmorgen ook vinden? Op de plek waar we zijn, in de omstandigheden waarin we verkeren. Wilt u met uw woord ons tegemoet komen? En Heere, open ons hart door uw Heilige Geest om uw stem te verstaan. Heere, wilt u daartoe alles geven wat nodig is? Wilt u uw dienaar alles geven wat nodig is als hij geroepen is uw woord te bedienen vanmorgen? Kom met uw Heilige Geest. Geef woorden om te spreken. Wilt u bij ons zijn, Heere, als we hier de kerk zijn binnengekomen en we hebben hoop? We willen zo graag u ontmoeten. Heere, wilt u dan tot ons komen en tot ons spreken? Dat we u, Heere Jezus, zullen zien in uw heerlijkheid en majesteit, in uw liefde ook. Wij willen u bidden, Heere, voor hen die vanmorgen zijn gekomen, maar misschien wel alleen maar uit gewoonte, omdat het van anderen moest. Heere, wilt u het dan toch goed maken? Geef dat er verlangen mag zijn en mag komen in ons hart om met u te leven. En Heere, wilt u dan ook door de verkondiging van uw woord steeds opnieuw ons vormen en Heere, wilt u ons ook snoeien door uw woord, opdat wij vruchten zullen dragen van geloof en bekering. Heere, wij bidden u voor hen die in alle rust een leven leiden aan u voorbij. Wij bidden u voor hen die niet zijn gekomen. Heere, wilt u ook hen opzoeken? En wilt u hen onrustig maken? Geef, Heere, dat ze u weer zullen zoeken. Want u laat zich ook vinden immers, als de heiland en de herder van uw schapen. Heere, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Zegent u de verkondiging van uw woord op al die plaatsen waar dat mag gebeuren. Wij bidden u, Heere, of u dat ook wilt doen op die plekken waar het moeilijk is om kerk te zijn. Heere, wilt u ook daar rijk zegenen. Wees u met uw kerk in de vervolging. Heere, wij willen u vragen of u ons ook wil zegenen als we ook samen aan elkaar verbonden worden in de gemeente. Zegent u alles wat in het gemeentelijk leven mag gebeuren. Wij danken u, Heere, voor het verenigingsleven, voor gespreksgroepen die er zijn. Wij danken u, Heere, voor zoveel wat u aan ons geeft. De pastorale bezoeken, de huisbezoek. Wanneer de diakenen ook hun werk mogen doen. Heere, geef dat het tot eer van u mag zijn en tot opbouw van uw gemeente.
Wij dragen ook elkaar aan u op en wij noemen u in het bijzonder de naam van onze broeder van de Brink en de verdere familie van onze overleden zuster. Heere, wij willen u bidden om troost en kracht. Nu ze is overleden en daaraan vooraf is zo'n moeilijke periode gegaan, wij danken u, Heere, dat u onze broeder de kracht hebt gegeven om zijn vrouw bij te staan en bij haar te zijn en voor haar te zorgen. Heere, wilt u ook nu bij hem zijn? Nu het afscheid gekomen is en ook zal komen als in de komende week de begrafenis zal plaatsvinden. Heere, gaat u mee? Wilt u hem ondersteunen met uw heilrijke rechterhand? Geef dat hij zich gedragen mag weten. En ook allen die om hem heen staan. Heere, wij bidden u voor zuster Jantine Wijman. Wilt u met haar meegaan als ze de komende week geopereerd moet worden? Er zijn al vele behandelingen die plaatsgevonden hebben, maar met onvoldoende resultaat. Heere, wij willen u bidden of u wil geven dat deze operatie wel de klachten zal wegnemen. En wilt u met haar meegaan, Heere, zegent u de handen van de doktoren en geef dat we verblijd mogen worden door uw grote daden. Heere, wij bidden u voor broeder Simons. We danken u dat hij na lange tijd dat dat niet gebeurde, nu toch behandeld kon worden en een dotteroperatie heeft ondergaan. Alles is goed verlopen en daar willen wij u voor danken, Heere. En geef dat de operatie ook een goed resultaat mag hebben en houden. En wees u hem samen ook met zijn vrouw en alle die hem lief en dierbaar zijn nabij. Heere, wij bidden u voor de broeders die werden gekandideerd voor het ambt van ouderling of diaken. Heere, wij dragen ook hen aan u op. U weet wat dat bij ons kan losmaken aan gedachten en overwegingen. Ook nu al. Heere, wilt u door de stemming van de gemeente straks spreken? En wilt u zo broeders roepen tot het bijzondere ambt die ook door u gekozen zijn daartoe? En Heere, wilt u zo de gemeente ook zegenen en geef dat dat tot opbouw mag zijn van ons? Want de velden zijn immers wit om te oogsten. Heere, zo zullen we het ook vanmorgen horen. Wij willen u bidden of u ook wil zijn met ons kerkverband. U kent ook de spanningen die er zijn. Heere, geef dat we elkaar mogen vasthouden en mogen vinden rondom schrift en belijdenis. En ook wat dat betekent voor het kerkelijk leven. Heere, wij bidden u voor alle voorbereidingen die daartoe ook worden getroffen. Heere, laat dat ook mogen bijdragen aan wonderlijke wegen die u wilt wijzen. Heere, we leggen ook dat alles aan u neer, alle zorgen die er wat dat betreft ook zijn. Wilt u de weg wijzen door uw Heilige Geest en door uw woord. Heere, wees zo met ons allen. Wees ook met de kinderen in de oppas. Wilt u ook met de kinderen zijn die straks naar de parel gaan? Wilt u met de leiding van de parel zijn, Heere? Geef ook daar een goede bijeenkomst. En dat uw naam ook uit kindermonden geëerd en geprezen mag worden. Hoor zo onze gebeden in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, zien jullie wat dit is? Dit is nou een schaap zonder herder. Zie je dat? Eén zo'n schaap op een lange weg, een kronkelige weg, langs het water. Wat doet dat schaap daar? Dat klopt natuurlijk niet. We gaan straks een stukje uit de Bijbel lezen waarin dat ook voorkomt. Daar heeft de Heer Jezus het over, schapen zonder herder. Maar laten we eerst eens even bedenken, wat zou er met dit schaap gebeurd kunnen zijn? Kijk jongens en meisjes, een schaap die vindt het fijn om bij andere schapen te zijn. Hè? Een kudde schapen. Maar dit schaap is de kudde kwijtgeraakt. Misschien was het hek kapot. Is die zomaar de weg opgelopen. Klein stukje en toen nog een stukje verder. Ja, en toen was die de kudde kwijt. En dan zou je zomaar wat verder kunnen fantaseren over dit schaap. Dat hij toen gedacht heeft, weet je wat?
ik ga gewoon op die weg lopen. Netjes in het midden, dan kom ik tenminste vooruit. En misschien vind ik dan de kudde wel weer. Maar ja, jongens en meisjes, jullie weten wel, dat is natuurlijk eigenlijk niet slim van het schaap, hè? Dat is dom. Levensgevaarlijk, moet je kijken, die weg. Stel je voor dat er om de hoek van zo'n bocht een auto aankomt. En die ziet dat schaap op de weg te laat. Weet je wat dit schaap nodig heeft? Dit schaap heeft iemand nodig die hem weer terugbrengt bij de kudde. Die voor dat schaap gaat zorgen. Die hem bij zijn vacht pakt en zegt, jij zit helemaal verkeerd, joh. Kom, je moet die andere kant op, naar de kudde. En ik ga het hek repareren ook. Dan kan het niet nog een keer gebeuren. Nou, jongens en meisjes, we gaan in de Bijbel lezen. Een stukje waarin de Heer Jezus naar de mensen kijkt die naar hem toe zijn gekomen en dan denkt, het lijken wel schapen zonder herder. Moet je ze zien? Ze zijn de weg kwijt. En dat is heel gevaarlijk. Ze moeten gered worden. Maar daarom zoekt hij hen ook op. Want de Heer Jezus is de goede herder. En hij zegt tegen de mensen om hem heen en ook tegen ons vanmorgen, kom naar mijn kudde. Ik ben voor jou de goede herder. Ik zal voor je zorgen. Weet je, daarover gaan we lezen in Matteüs 9, vanaf vers 35. En we lezen door in hoofdstuk 10, vers 20. En we zingen daarna uit Psalm 23, de psalm die ook gaat over de herder. Dat God de herder van Israël is. Dat is ook een beeld wat in het Oude Testament al voorkomt. En de geestelijke leiders van het volk, die moesten ook de herders van Israël zijn. Zo lezen we dat ook in het Oude Testament. En daarom zingen we ook deze psalm. De God des heils wil mij ten herder wezen. En we mogen dat natuurlijk ook zingen met het oog op de Heer Jezus, die de goede herder wil zijn. We lezen Matteüs 9 vanaf vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer. Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebbeus, die ook Thaddeus genoemd werd. En Simon Kanaanitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het ook voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver, of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stal onderkleren, of sandalen, of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is, en blijf daar totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel
dan voor die stad. Zie, ik zend u uit, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En in hun synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. Tot zover.
Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 118, vers 7 en 12. Wij luisteren naar Matteüs 9, vers 35 tot en met 38. Het gedeelte waar Jezus de menigte ziet. Ik lees vers 36 nog met u. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Thema voor de preek is bewogen met de wereld, bewogen met u en mij. Let op een tweetal gedachten wat Jezus ziet en wat Jezus doet. Gemeente van Christus, spiegels zijn de ogen zijn de spiegels van de ziel. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Dat is een uitspraak van de beroemde uitvinder, filosoof en schilder van de Mona Lisa, Leonardo da Vinci. U kent hem wellicht. De Mona Lisa, dat beroemde schilderij wat in het Louvre in Parijs hangt. En als je in die zaal bent waar dat schilderij hangt, dan zeggen de mensen, het is alsof die vrouw, die jonge vrouw die daarop staat afgebeeld, de hele tijd naar je blijft kijken, in welke hoek van die zaal je je ook bevindt. Leonardo da Vinci heeft heel wat ogen geschilderd. Hij deed er ook onderzoek naar. Hoe je dat het beste kunt doen. Maar het belangrijkste wat hij had ontdekt was dat ogen de spiegels zijn van de ziel. Ook al zeg je niks. Ook al ben je zo kalm mogelijk, zo uitdrukkingsloos mogelijk. Toch kun je in de ogen van iemand nog een heleboel zien. Ogen kunnen vuur spuwen van boosheid. Of ze kunnen liefde, verliefdheid uitstralen. Ogen kunnen koud zijn. Of juist ook warm. Ze verraden wat er bij je van binnen leeft. Weet je, wat zou er in de ogen van de Heer Jezus te lezen zijn geweest als hij hier in Matteüs 9 de menigte ziet? Dat is wat Matteüs in zijn evangelie beschrijft. In het voorgaande heeft hij beschreven hoe de Heer Jezus vele mensen, vele zieken geneest. Maar dan komt er een moment dat Matteüs als het ware in zijn beschrijving van dat alles wat Jezus gedaan heeft even halt houdt. Omdat Jezus halt houdt. En Jezus overziet de menigte mensen die naar hem is toegekomen. Ja, en als je hem dan op dat moment eens in de ogen zou kunnen kijken. Wat zou je zien? Wat leeft er in zijn ziel? Zou u daar niet bij geweest willen zijn? Nou ja, Matteüs is er voor ons bij geweest. Hij is onze getuige. Niet zo lang geleden had Jezus hem geroepen van achter zijn tafel in het tolhuis, zijn geldtafel. En nou is hij erbij. En wat ziet hij in Jezus' ogen? Ja, gemeente, wat ziet Jezus eigenlijk als hij de menigte ziet? Want kijk, gemeente, je hebt kijken en kijken. Misschien bent u wel eens in de hal van het Centraal Station in Utrecht geweest. Daar is het altijd een drukte van belang. Heel veel mensen die zich daar van het ene naar het andere perron haasten. En als je zelf ook haast hebt en je moet van de ene naar de andere perron, dan loop je door die menigte heen en ja, je ziet alleen maar dat het veel mensen zijn, maar verder niet. Maar stel dat je nou een keer je trein gemist hebt en je hebt tijd over en je gaat naar die hal, want daar is het wat warmer en je gaat daar ergens staan, een beetje achteraf misschien. En je ziet die menigte bewust aan je voorbij trekken. Die moeder met dat kind. Die oude man met die stok. Dat groepje jongeren. Dan kun je gaan nadenken. Wat zijn dat allemaal voor mensen? Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze naartoe? Wat beweegt? Kijk, gemeente, dat is de manier waarop de Heer Jezus kijkt. Naar die menigte om hem heen. Hij ziet de mensen zoals ze ook zijn. Hij ziet wat ze beweegt.
hoe ze eraan toe zijn. Hij kijkt ze in de ogen. Hij kijkt ze in de ziel. Hij doet dat als eerste. En wat ziet hij? Jezus ziet dat al die mensen vermoeid en verstrooid zijn, zoals schapen die geen herder hebben. Ze zijn moe. Ze lopen op hun laatste benen. Schapen die veel te lang hebben moeten lopen. En ze zakken op een gegeven moment gewoon door hun hoeven. Ze kunnen niet meer. En ze zijn verstrooid, die mensen. Het onderlinge verband is weg. De kudde is uiteengeslagen, zo lijkt het. Ieder op zichzelf aangewezen. Vermoeid en verstrooid. Gemeente, waar ziet Jezus dat aan? Waar zit hem die vermoeidheid en dat verstrooid zijn in? Gaat dat dan om het dagelijks bestaan wat je moe maakt? Dat kan zo zijn. Vandaag zijn veel mensen moe. Moe van alles wat het leven van je vraagt. Er is zoveel wat om je aandacht vraagt. Je werk, je opleiding, je school. En je kunt moe zijn als je te maken hebt met psychische klachten. Of als je zorgen hebt over geliefden. Je kunt moe zijn. Als vader of moeder. Als de zorg en de opvoeding van je kinderen zoveel van je vraagt. Misschien heb je wel een kind dat extra aandacht nodig heeft. Wat kan het uitputtend zijn? Nou, gemeente, als je nou op zo'n manier moe bent, herken je er vanmorgen maar in. In deze tekst. Dat dan Jezus langskomt vanmorgen. En dat hij je ziet. Hij ziet je moeie ogen. En hij weet de afgematheid van je ziel. Hij kijkt verder dan die buitenkant die je elke dag oppoetst, om er toch een beetje uit te zien. Hij ziet je binnenkant. En je mag je door hem gekend weten. Hij wil je herder zijn. Kom ik zo nog op. Maar gemeente, het gaat hier ook om iets diepers. Jezus ziet dat die menigte die hem opzoekt ook, ja, ook geestelijk moe is. Waar moet je dan aan denken? Nou, er zijn eigenlijk twee manieren waarop dat wordt uitgelegd. En ik ga ze allebei noemen vanmorgen, want ik denk dat ze allereerst bij elkaar horen. En dat ze ook allebei geldig zijn. Er zijn uitleggers die betrekken dat moe zijn op vers 35. Daar wordt samengevat door Matthäus wat het werk van de Heer Jezus is. Jezus gaat het lang door. Hij geeft onderwijs en preekt het evangelie van het koninkrijk. En hij geneest iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Gemeente, Jezus gaat naar de mensen toe en de mensen gaan ook naar hem toe. Ja, en dan komt hij in aanraking met zoveel nood. Ziekte en kwalen, handicaps, lijden en verdriet. Er komen lammen naar hem toe. Ze worden naar hem toegedragen. Blinden. Ze worden naar hem toegeleid. Doven, bezetenen. Maar de Jezus die ziet de ellende van een wereld buiten het paradijs, waarin de dood gekomen is. Die wereld waarin wij ook leven. We zeggen wel eens tegen elkaar, elk huisje heeft zijn kruisje. Er is achter elke voordeur wel iets wat moeite, verdriet geeft. En bij de een is het meer dan bij de ander, maar bij iedereen wel wat. En het kan ook zomaar opeens je raken. Gemeente, Jezus die ziet dat. Die heeft er aandacht voor. Niet dat hij het wel weet, ja, zo is het nou eenmaal. Kijk, dat is het kijken als je meegaat in de stroom in de hal van het Centraal Station. Dan kijk je niet echt. Nee, Jezus die ziet het, die heeft er aandacht voor. Daar is hij nou ook juist voor gekomen. Om te midden van zulke mensen zelf mens te zijn. Om dat te delen allereerst. Zodat wij in hem ook iemand zouden hebben die er vanaf weet. Die het echt niet eerst hoeft uit te leggen.
in je gebed. En hij is ook gekomen, gemeente, om te verlossen. Om je als zo'n schaap dat verstrooid is geraakt en dat daar ergens op het asfalt loopt, bij je nekvel te pakken en zegt: joh, zal ik je leiden? Ga je mee? Kijk, gemeente, wat doen schapen als ze geen herder hebben? Als een kudde schapen geen herder meer heeft, de herder heeft ze misschien in de steek gelaten of er is wat gebeurd, dan moeten die schapen het zelf gaan uitzoeken. Dan moeten ze zelf op zoek naar hun eten en drinken. Normaal is het zo dat een herder ze leidt naar een bepaald gedeelte en daar zijn ze, daar kunnen ze dan zijn. En de herder die heeft het voor ze opgezocht. Maar als de herder er niet is, dan moet het schaap het zelf doen. Want als je het zelf moet doen in je leven, dan maak je moe. Want zegt u eens, waar vind je het dan? Waar moet je dan naartoe? Aan die kant misschien, daar misschien, zus of zo. Weet je, Jezus ziet u. Hij ziet ook ons. Hij ziet onze wereld. Hij ziet Veenendaal. Hij ziet die menigte mensen die elke dag door de straten gaat. Weg naar werk. Hij ziet de mensen die in Ede de ingang van het ziekenhuis binnengaan. En sommigen ook weer eruit. Hij ziet de mensen die eenzaam thuis zitten en er niet uit kunnen. Hij ziet de ziekte, het lijden. Hij ziet ook zoveel zinloosheid. Mensen die op zoek zijn en dwalen. Hij ziet het ook bij u vanmorgen. Weet, is dat niet een troost dat Jezus ervan af weet? Dat hij van alles af weet. Ook van je twijfels en van je vragen. Je wanhoop en je moedeloosheid. En als hij je dan zo ziet, wat is er dan in zijn ogen te zien? Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Gemeente, Jezus is er bewogen onder. Met innerlijke ontferming. Dat is het wat Matthäus heeft gezien in de ogen van Jezus. En die ogen weerspiegelen de ziel van Jezus en het hart van God. Jezus is innerlijk met ontferming bewogen over ons bestaan. Dus niet onbewogen. Hij weet hoe je kunt dwalen. Hij weet dat de schepping zucht onder het oordeel van God. Hij weet dat dat de oorzaak is van alles. Dat wij mensen hem verlaten hebben. Dat er allemaal is, al die narigheid en al die ellende, ja, dat is omdat wij zijn wie we zijn. Zondaren die elke dag hun schuld voor God groter maken. Maar Jezus haalt dan niet zijn schouders op. Die zegt dan niet, eigen schuld. Nee, het raakt hem. Er beweegt iets van binnen bij hem. Hij is ermee begaan en op betrokken. Gemeente, raakt het ons eigenlijk ook nog? En misschien moet ik dat dan zo vragen, inderdaad. Raakt het je nog? Of zijn we er zo aan gewend, ja, dat het je eigenlijk niks meer doet, de nood van je naaste? De nood van mensen die gewoon hulp nodig hebben. En je denkt, nou ja, dat moet een ander maar doen. Zien we ook de geestelijke nood om ons heen? Zie je dat in jezelf? Als je van God vervreemd bent, als mensen God niet kennen. Wanneer je bij Gods woord en geest vandaan bent geraakt en je bent gaan dwalen. Want Jezus is er bewogen onder en hij wil zich ontfermen. Daarvoor is hij gekomen om te verlossen wat verloren is.
Als hij niet ingrijpt, gaat het verloren, maar hij gaat ingrijpen. Ja, en dan niet te doen door wat de schriftgeleerden en de fariseeën wel doen. Want er is nog een uitleg, zei ik u al, bij deze verzen. Wat bedoelt Jezus nou met die vermoeidheid, die verstrooidheid van de menigte? Er zijn ook uitleggers die zeggen, ja, dan gaat het erom dat de herders van het volk Israël van Jezus' dagen, dat zijn de schriftgeleerden en de fariseeën, dat die de mensen niet leiden en wijden zoals het eigenlijk moet. Wat doen ze namelijk? Ze hebben van Gods wegen de taak, het ambt gekregen om zijn volk voor te gaan op de wegen van zijn woord en van zijn wet. Maar gemeente, in plaats van dat ze daarmee Gods goedheid en zijn grootheid bedoelen, leggen ze het volk juist een zwaar juk op van allemaal regeltjes, allemaal wetjes waaraan ze zich moeten houden. Gemeente, als dat van je gevraagd wordt, dat je je aan van alles moet houden, ja, daar word je ook moe van. En het kan zijn dat u er ook zo in staat, in uw geloof. Dat je beeld is van wat het evangelie zou betekenen. Het wetticisme, gemeente, ligt altijd op de loer. Luther die zei, er zit een paap in mijn hart. En daarbij bedoelde die iemand die door de werken zalig wil worden. Die het altijd weer zelf wil doen. Zo'n karikatuur kunnen we zo gemakkelijk maken van het evangelie. En dan zeggen we misschien wel dat het natuurlijk om de binnenkant gaat. Maar ondertussen zijn we vooral bezig met de buitenkant. Je kunt het met je opvoeding hebben meegekregen. Dat er heel keurend en oordelend over anderen gesproken werd. En ondertussen leerde je ook om jezelf zo te keuren en te oordelen. En dan ben je nou volwassen. En dan voel je je steeds maar weer tekortschieten. Hoe je ook je best doet. En dat is eigenlijk waarvan je denkt, daar moet ik me mee bezighouden. Hoe je ook je best doet om het allemaal voor elkaar te krijgen. Met je bidden en je Bijbel lezen, met je kerkgang, je kleding, de ernst op je gezicht en ga zo maar door. Het lukt maar niet om het perfect te krijgen. En maak je moe en moedeloos. Geestelijk afgemat. Wanneer doe ik het goed genoeg? En dan bid je misschien maar weer eens om vergeving, maar ja, hij ziet je aankomen, hè? Hij ziet je aankomen. Ja. Hij ziet je aankomen. En hij kijkt je in de ziel. En hij ziet je geestelijke ploeteren. En als u hem dan in de ogen kijkt, wat ziet u dan? Oordeel? Ogen die afstand bewaren en afstand nemen? Zo van jij niet. Nee. Nee, dat allemaal niet, gemeente. Er ligt in Jezus' ogen geen koude, afwijzende blik. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Dat is liefde. Dat is liefde die niet verwijt. Liefde die vergeeft. Liefde die zich ontfermt. Dat is het wat in zijn ogen ligt. Wat in zijn ziel, in zijn hart ligt. Dat is het hart van zijn Vader. Die niet wil dat ook maar één van ons verloren zou gaan. Maar dat we hem zouden zien. Omdat hij ons heeft gezien. Dat we in zijn ogen zouden kijken. Zijn liefde zouden zien. Ook als die aan het kruis hangt op Golgotha. En dat je zou leven. Voor eeuwig. Gemeente, Jezus ziet dat met ons gebeurt. Dat het met ons zo is zoals het al was voorzegd in Jesaja 53. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. En hij is bewogen. Maar dat brengt hem dan ook in beweging, want dat is het tweede. Wat Jezus doet,
En Jezus trok rond in al de steden en dorpen. Daar begint Matthäus mee, in vers 35. Jezus zoekt de menigte op. Want daar is hij voor gekomen, dat is zijn zending. Daarvoor heeft de Vader hem in de wereld gezonden. En Jezus die gaat het doen, die gaat van stad naar stad, van dorp naar dorp. De dorpen ook, die zijn hem niet te min. Het gaat hem niet om eigen roem en eer in die zin. Hij gaat van stad naar stad, maar ook van dorp naar dorp. En Jezus zoekt de mensen op waar ze zijn. In hun eigen levensomstandigheden. En gemeente, dan doet hij vier dingen. Drie daarvan lezen we in vers 35. Die eerste drie die zijn nodig om zondaren te redden van het verderf. Hij gaf onderwijs in hun synagoge. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het eerste is onderwijs geven. Jezus moet de mensen iets leren. Als je onderwijs krijgt, dan heb je iets te leren. Je weet iets nog niet en je moet iets weten. Dat is vandaag ook nodig. Dat hebben wij nodig, dat heeft de wereld nodig. Gemeente, je moet onderwezen worden in het koninkrijk van God. En dan op de manier zoals Jezus dat heeft gedaan. Er staat dat hij dat doet in de synagoge. Nou, we weten hoe Jezus dat daar gedaan heeft. Dan opent hij het woord van God. Dat leest hij. Dat is zijn uitgangspunt. En dan gaat hij spreken, gaat hij het uitleggen. En dan betrekt hij het op zichzelf. Nou, zo moet vandaag de Bijbel ook open gaan. Bij zo'n open Bijbel krijg je onderwijs, gemeente. Je gaat het lezen. Wat staat er eigenlijk? En vervolgens ga je het betrekken op de Heer Jezus. En dan komt de betekenis voor u, voor jou persoonlijk zo naar voren. Dan leer je over zonde en genade. Dan leer je je eigen ellende kennen. Maar ook de verlossing in Christus en de dankbaarheid die daarop volgen mag. Het evangelie moet worden uitgelegd. Want het is ons van nature immers vreemd. En dat mag hier op zondag gebeuren. Dat gebeurt op catechisatie voor de jongeren. Dat gebeurt in het jeugd- en kinderwerk. Dat gebeurt tijdens huisbezoeken. Dat gebeurt op cursussen voor geïnteresseerden en op allerlei manieren van toerusting. Onderwijs. Want schapen zijn wel koppige dieren. Die denken dat ze best zonder de kudde en zonder de herder kunnen. Denkt u nog even aan dat plaatje van daarnet, dat schaap op die asfaltweg. Die stond er toch behoorlijk eigenwijs bij. Er is onderwijs nodig. Om uit te leggen, gemeente, dat je een herder nodig hebt. En dat die herder er is. De Heer Jezus Christus. En dan het tweede, wat Jezus doet, is ook prediken. Hij heeft iets uit te leggen, dat is het onderwijs. Hij heeft ook iets aan te zeggen. Dat is het verschil tussen onderwijs en prediking. Jezus proclameert het evangelie van het koninkrijk. Het koninkrijk van God is nabijgekomen, zegt hij. En het zal ook ten volle in heerlijkheid komen. Geloof in mij. Ik ben de goede herder. Volg mij, dien mij, bid tot mij. Open je hart voor mij, want ik ga je alles geven. Omdat ik alles voor je ga verdienen. In mij is toegang tot de Vader. Door mij is er vergeving van je zonde. Door mij is er verzoening van je schuld. Genezing van de wonden die geslagen zijn. Vernieuwing. Gemeente, raakt ons dat? Haakt dat bij jou? Dat je zegt, ja, dat heb ik nodig. Daar verlang ik naar. Naar die rust. Naar dat het goed is. Dat evangelie, dat wil ik horen. Laat het me maar aangezegd worden. Misschien heb je het al wel 1000 keer gehoord in je leven. Verwondert het je nog? Weet je, er is een herder in deze wereld. Een goede herder, de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen
om ons te verlossen. Om je tot zijn heerlijk licht te brengen, je uit de duisternis te voeren naar zijn heerlijk licht. Het moet gepreekt worden. Overal op de aarde. Kom tot hem. Zoek het bij hem. Bouw je leven op die rots. Want bij hem is uitkomst zelfs tegen de dood. Gelooft u het? Vertrouw je het zelf? Kijk, gemeente, het probleem met het onderwijs en de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Ja, dat is dat wij het soms zo moeilijk kunnen geloven. Dat dat nou echt zo is en zou zijn. Dat Jezus komt. Dat hij al zijn schapen binnen zal brengen. Dat de dood er niet meer zal zijn. En geen rouw en geen verdriet als hij wederkomt. Alleen nog maar heerlijkheid en goedheid. Maar kun je het geloven? Voor waar houden? Erbij leven? Nou ja, mocht je nou twijfelen, let dan ook op het derde wat Jezus doet. Hij geneest iedere ziekte en elke kwaal onder het volk, staat er. Er is geen diagnose die voor hem hopeloos is. Geen ziektebeeld waar hij niks mee beginnen kan. En met die wondertekenen, gemeente, laat Jezus al zien hoe het gaat worden. Straks in volheid. Geen ziekte meer. Geen handicap meer. Geen ellende en verdriet meer. Maar hij doet die wondertekenen opdat de mensen zouden geloven in hem. En dat hij inderdaad van God gezonden is. Hij heeft ze gedaan opdat ook wij dat zouden geloven. En dat je zou gaan hopen dat je het heerlijke, het volmaakte ervan zou zien. Dat zo'n lamme weer lopen kan, dat zo'n blinde weer zien kan en zo'n dove weer horen kan. Wonderen van God. Niet verklaarbaar. Wonderlijk. Onderwijs, prediking, wondertekenen. Dat heeft Jezus gedaan. En dan is er nog iets. Het vierde wat Jezus doet, gemeente, lezen we in vers 37 en 38. Daar zegt hij tegen de discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat die arbeiders in zijn oogst uitzendt. Met de Jezus, die is rondgegaan door Israël. En hij is dat aan het doen. En dan ziet hij hoe groot de nood is. Hoe vermoeid de mensen zijn. Hoe verstrooid. En gemeente, het is te veel voor hemzelf. Jezus heeft personeelstekort. Hij ziet de oogst van zijn vader. De oogst van alle die de vader hem gegeven heeft. En die oogst die staat klaar op de akker van de wereld. Die hoeft alleen nog maar binnengehaald te worden. Maar ja, als er gewassen op het land staan die rijp zijn om geoogst te worden, maar er is geen personeel, dan gaat het toch niet lukken. Dan gaat een deel van de oogst verloren. Gemeente, er mag niets van Gods oogst verloren gaan. Het zal ook niet gebeuren. En Jezus ziet hoeveel het evangelie nodig hebben, hoeveel hem nodig hebben als hun herder. En daarom zijn er werkers nodig in de oogst. En in hoofdstuk 10 hebben we gelezen hoe hij dan vervolgens de discipelen erop uitstuurt en ze ontvangen van hem macht, staat er. Staat een bijzonder woord, dat betekent ook volmacht. Dat is goddelijke macht. Bijzondere goddelijke macht. En hij stuurt ze erop uit om te gaan doen wat hij zelf doet. Onderwijzen, spreken en genezen. En het is in Matthäus 10 nog een soort stage. Voorlopig. Maar ze proeven er al even aan. En Matthäus noemt de discipelen al apostelen, want dat gaan ze zo worden. Van discipel, leerling, worden ze apostel, uitgezondenen, de wereld in. Meent Jezus vermenigvuldigt zijn eigen werk. Keer 12. Want er zijn vele mensen, zielen, rijp om geoogst te worden. Om binnengehaald te worden voor het koninkrijk van de hemel. En de Heere van de oogst, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
wil ze binnenhalen in zijn schuur. Daar zijn ze voor eeuwig behouden. Wie daar is, die kan nooit meer verloren gaan. Velen op de akker van de wereld. Gemeenten zijn klaar om geoogst te worden. Ook vandaag. Maar dan moet die roeping er wel zijn. Dat ze geroepen worden. En dat ze zich bekeren. En door wedergeboorte ingaan in het koninkrijk van Christus. Gemeente, dat die wedergeboorte, dat kunnen we niet. Dat kunnen de discipelen en de apostelen ook niet. Dat kan God alleen. Maar preken, onderwijs geven, ja, genezen zelfs. Daar kom ik zo nog even op terug. Gemeente, dat is onze roeping. Dat is wat Gods personeel op aarde te doen heeft. En er is personeelstekort. Als u het overvloedige gemeente van de oogst wil zien, dan moet u even kijken naar Afrika en Azië, die delen van Gods akker in de wereld, waar de kerk grote groei kent. Velen worden daar binnengehaald voor de oogst. In Nepal, ik had de gezanten van Bovenbouw, die hebben er afgelopen donderdag iets over gezien en gehoord. Weet je nog, Nepal? Met die ene dominee die de Himalaya inging. En er zijn nou 40 kleine kerkjes. Er was niks. Thailand. Misschien heeft u het gelezen, krijgt u het zendingsnieuws van onze kerken. Daar stond het afgelopen week in. In Thailand werken vanuit onze kerken Ab en Clarine Mol. En ze hebben er een probleem. Ze komen letterlijk stoelen tekort. Tijdens de kerkdiensten en de bijbelstudies. En in Veenendaal? In Nederland? Europa? Staat er oogst op de akker in dit deel van de wereld? Oh ja, zeker ook. Kijk, het kan lijken alsof het in onze streken waar de oogst ooit zo rijk was en zo groot, het nu een stukje kariger is. En er kan ook een moment komen dat je het stof van je voeten moet schudden, zegt Jezus. Dat is een van de instructies die zijn discipelen meegeeft als je op iemands deur hebt geklopt. Ook op de deur van een hart lees ik maar even. Maar zo iemand wil je niet ontvangen. Die wil het niet, die wil de boodschap niet horen. Die schudt het evangelie van zich af. Dan zegt Jezus, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Gemeente Jezus, mededogen en ontferming. Die ogen die naar je kijken, vol van ontferming. Er zit een grens aan. Wie echt niet wil, wie zich verhardt, wie het evangelie wel hoort en gehoord heeft, maar op die uitnodiging van de Heer Jezus nooit ingaat. Het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Weet je, als we het evangelie van het koninkrijk afwijzen, wie dat doet, die gaat voor eeuwig verloren. Maar dan moet het wel verkondigd worden. En ja, dan geeft God ook wondertekenen. Gemeente, de discipelen die krijgen goddelijke apostolische macht. De macht van Christus om geesten uit te drijven, om zieken te genezen, net als hun meester. Gebeurt dat ook vandaag? Ja, dat gebeurt ook vandaag. Niet meer door de handen van de apostelen, want die zijn er niet meer. Maar wel op het gebed van de gemeente. Maken wij dat ook niet mee? Wonderlijke genezingen. Misschien dat we dat zo niet altijd beleven als we danken voor genezing hier op zondag. Omdat we denken, ja, dat hebben de artsen gedaan en zo. En nou, soms dan worden ook inderdaad medicijnen en behandelingen gezegend.
Er zijn ook tekenen gemeente in onze gemeente dat het niet vanzelfsprekend is. Al helemaal niet, als het dat ooit al is overigens. Maar dat op het gebed van de gemeente mensen genezen worden en de artsen snappen het niet. Het kan niet. Er moet wel letsel zijn. En het is er niet. Merkt u het op? Het zijn de voortekenen van de heerlijkheid die komen zal als Jezus terugkomt. En de Heer Jezus geeft ze in ons midden, opdat ook wij zouden geloven en weten dat Hij er is. En dat Hij met goddelijke macht werkt. En dat je zou hopen met blijdschap, in verwondering. Bid daarom de Heer van de oogstgemeente, dat die arbeiders in zijn oogst uitzendt. Bid u, bid jij het mee. Ja, roept hij u en jou misschien als discipel, want hij zegt eerst tegen de discipelen, je moet er om bidden, en in het volgende vers zegt hij, en jullie moeten gaan. Ik denk dat de discipelen verbaasd zijn geweest dat Jezus hen uitzendt en hen die macht geeft. Ben ik daarvoor geschikt? Ze zijn nog maar net bij hem. Net een tijdje. Wat weten ze nou nog van het koninkrijk? Ja, maar ze krijgen het van God. Hij spreekt in hen. Hij gaat hen voor. Hij leert het hen. Ja, gemeente, hij roept ons allen, al zijn discipelen, allereerst om te bidden. Daar begint het mee. Maar dan komen ze ook. In de diversiteit die het heeft. Sommigen heeft hij geroepen als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als herders en leraars, sommigen tot dienstbetoon. En ga zo maar door, alles wat Paulus erover schrijft in zijn brieven. Hij roept als ambtsdrager, of ook als niet-ambtsdrager. Hij roept je tot grote en tot kleine taken. Maar hij roept. Hij zendt je uit. En daarom stel uzelf de vraag. Hoe roept hij mij? Hoe mag ik dienstbaar zijn in zijn koninkrijk? Want gemeente, de oogst moet worden binnengehaald. Tot eer van God drieënig. En als we zo ons mogen stellen in dienst van Hem, de Heer Jezus. In het vertrouwen dat Hij in en door ons heen wil werken met Zijn kracht. En wij hebben het niet, maar Hij doet het. Hij maakt bekwaam. Dan is er veel te verwachten. Zullen we beginnen met bidden? Mogen we nu gaan doen met de woorden van Psalm 118. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Amen.
Zullen we danken en bidden. Heer Jezus, leer ons kijken naar de mensen om ons heen in de wereld waarin wij leven met de ogen die u had. Heere, leer ons dat door het onderwijs en de prediking in de gemeente. Wij danken u dat we dat ook vanmorgen mochten ontvangen. En geef, Heere, dat het ons raakt, dat we bewogen eronder zijn. Want er is een goede, blijde boodschap voor die wereld. Maar Heere, zoveel vinden hem niet, hebben hem nog nooit gehoord. Of er is meer werk te doen om de oogst binnen te halen. En Heere, neem ons dan ook in dienst. Zoals u, Heere Jezus, in beweging kwam en u ging de steden langs en de dorpen langs. U zocht de mensen op, Heere. U heeft ook ons vanmorgen opgezocht met uw woord, want u gaf het daarna door. U vermenigvuldigde het zelfs. U gaf het mee als opdracht aan uw kerk, die het lichaam van u is, Heere Jezus, en u bent het hoofd. Om zo in deze wereld de boodschap van het koninkrijk, het heerlijke evangelie, bekend te maken en uit te leven. Heere, neem dan ook ons in dienst. Neem ons in dienst als ambtsdrager of ook niet als ambtsdrager. Neem ons in dienst voor kleine en ook voor meer omvattende taken. Neem ons in dienst, Heer, om ook op de plek waar u ons hebt gesteld, dat koninkrijk van u bekend te maken. Maak van ons getuigen van uw naam. Neem ons in uw dienst. Heren, dan is er veel te verwachten, want de oogst is nog niet klaar. U bent nog niet teruggekomen, Heere Jezus. Wilt u zo verder gaan met uw werk in deze wereld? En Heere, wij willen u dan ook bidden of u wil zijn bij al diegenen die zich hebben herkend in die vermoeidheid en die afgematheid, want zo kunnen we ons ook voelen. Heere, wij bidden u in het bijzonder ook voor die ouders die in hun gezinnen kinderen hebben op te voeden en voor hen hebben te zorgen, die extra zorg en aandacht vragen. Heere, u weet hoe moeilijk dat kan zijn en hoe zwaar. Wilt u ondersteunen, persoonlijk? Wilt u ook ondersteunen met mensen, hulp om ons heen, als dat mogelijk is? En Heere, wilt u ook bij die kinderen zijn? Wilt u hen ook in uw ontferming dragen? Wij bidden u, Heere, ook voor allen die geestelijk moe zijn, omdat ze voortdurend onder de kritiek leven en nooit tot de ruimte komen, de vrijheid die er is. Heere, wilt u ons daarbij brengen? En geef dat we dan in u, Heere Jezus, ons heil mogen vinden, want u heeft alles voor ons volbracht. Heere, wij bidden u of u met ons mee wil gaan. We gaan zo meteen hier vandaan en zegen ons als gemeente. Breng ons ook vanmiddag weer hier in uw huis. Geef dat de dienst dan ook mag zijn tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Vergeef genadig wat niet is geweest naar uw heilige wil. En hoor ons omwille van uw Zoon Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen
tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 79, daarvan het zevende vers. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.